Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dank jullie wel voor alle positieve reacties op mijn aankondiging dat ik iedere dag een video op ga nemen, zodat je iedere dag wat te bekijken hebt. Ja, de ene dag is het misschien meer je smaak dan de andere dag. En ik heb ook goed jullie comments gelezen. Jullie willen heel graag workout met Cohout home workout video's. En daar ben ik ook zeker mee bezig. Het duurt alleen heel eventjes voordat die video's opgenomen zijn. Want er gaat iets meer tijd in zitten. Want ik moet uiteraard workouts bedenken, opnemen en dan vervolgens editen. En editen kost ook wat meer tijd bij dit soort video's. Daarnaast moet ik het ook samen met Nikki opnemen. Omdat daar heb ik echt een cameraman voor nodig. En ja, dan ben ik dus afhankelijk van anderen wanneer ze kunnen filmen. Dus ze komen eraan. Maar een beetje eind van deze week meer. Voor vandaag had ik een comment van Puk. Die wilde mijn guilty pleasures weten. En dat vond ik wel een grappige. Nu zat ik een beetje te zoeken van guilty pleasures. Ik moet dan meteen aan muziek denken. En aan eten. Ik heb echt heel veel eten guilty pleasures. Wat nog meer? Ik heb een hele hoop guilty pleasures, I guess. En dan versta ik onder guilty pleasure is iets wat jullie niet weten. Waar ik me een klein beetje voor schaam. Maar wel echt heel lekker op ga. Guilty pleasures, dat is het lastige. Maar goed, laten we beginnen. Ja, laten we maar gewoon met muziek beginnen. Guilty pleasures. Ik heb, mijn favoriete genre van muziek is punkrock. Dat is niet echt een guilty pleasure. Het is best een normale favoriet genre. Weet je wel, een beetje de Busted, de Offspring, Green Day. Dat is een beetje die, ja, dat zijn een beetje mijn favoriete bandjes. Van mijn favoriete muzieksmaak. Als ik echt één muzieksoort de rest van mijn leven mag luisteren, dan is het die. Maar daarnaast hou ik ook heel erg van R&B en hip-hop. En dat weten veel mensen niet. En dan vooral de fouten van vroeger, weet je wel. Neo, Chris Brown en ja, noem maar op. Ik ga heel goed op Usher ook. Caught Up is nou op het moment mijn echte guilty pleasure. Die kan ik echt de hele dag door luisteren en daar word ik heel vrolijk van. Dus ja, dat. Maar ook, mijn andere guilty pleasure is Kinderen voor Kinderen. Zoals Bewegen is Gezond, De Pas-a-Pas. Welke heb je nog meer? Even denken. Ja, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar ik kan jullie wel even voorbeeldjes laten horen. En het leukste van deze guilty pleasures vind ik dan ook nog eens heel enthousiast hierop meedansen. Dat is een beetje mijn muziek guilty pleasure. Qua app is echt wel TikTok mijn guilty pleasure. Ik schaam me dood dat ik TikTok stiekem leuk vind. Ik heb gisteravond een uur lang zitten TikTok, zitten kijken. En ik heb echt hardop moeten lachen soms. En ik vind het leuk om deze dingen te maken. Maar ik ben niet zo grappig als de mensen op TikTok. Dus ik heb wel een TikTok-account. Het is Mattie Jaap. Daar kun je me gewoon volgen. Ik denk niet dat het mijn nieuwe ding is hoor. Dat ik daar ineens groot booming aan zijn. Want ik ben daar niet grappig genoeg voor. Maar het is wel echt een leuke app. En ik vermaak me kostelijk. En daar schaam ik me voor. Dus ik ga het ook verder niet meer benoemen. Ik heb het gisteren op Instagram gezet dat ik het heb. Daar laat ik het bij. In deze video zeg ik nu dat ik het heb. En voor de rest wil ik niet dat jullie mij ontdekken daar. Want het is echt een guilty pleasure. Oké, dan eten. Mijn favoriete guilty pleasure. Oké, ik heb een beetje een gekke guilty pleasure. Ik hou super erg van droge pasta. Als in gewoon pasta koken, spaghetti. Maakt mij echt niet uit of het volkoren is. Gewone pasta is wel het allerlekkerste. Of verse pasta. En dan niets erop. Geen olie. Je mag het koken in de bouillon. Dus dan zit er een beetje smaak aan. Een beetje zout. Maar geen olies. Geen sausjes. Geen vlees. Geen groenten. Helemaal niks. Gewoon droge pasta. En mensen kijken mij super raar aan als ik dit zeg. Maar ik vind het echt super lekker. Ik kan er echt ook naar uitkijken als ik dat. Dan denk ik. Zit ik op de bank en denk ik heb trek. En dan soms popt dan in mijn hoofd op droge pasta. Dan moet ik het ook maken. En dan heb ik gewoon een bord vol met alleen pasta. Het is echt koolhydraat city.
Maar ja, er zit helemaal verder geen voedingswaarde aan. Of vitamines. Of ja, er zit een beetje vezels. Maar ja, eigenlijk niet. Het is echt heel slecht. Maar goed, beter dan een Big Mac of zo. Wat ook wel een guilty pleasure is. Maar dat vind ik een beetje een te obvious guilty pleasure. Ik kan wel al mijn dingen, weet je wel, een frikandel speciaal mag ik me 's nachts voor wakker maken. Maar ik denk dat er wel meer mensen die zijn die dat hebben. Dus ik vertel nu de guilty pleasures waarvan ik denk dat jij niet weet dat het mijn guilty pleasure is. Verder heb ik nog een hele slechte guilty pleasure met eten. En dat is naturel chips, wat ik echt niet lekker vind. Ik haal nooit naturel chips. Of er moet cocktailsaus bij, dus whisky saus, weet je wel. Daar eet ik echt. Oh, als ik dat in huis heb, dat haal ik ook gewoon niet in huis. Want dat vreet ik echt bij het leven dan. Naturel chips met cocktailsaus. Sorry, dit is echt totaal niet fit girl, maar oh, dat is echt hemel op aarde. Ik ben sowieso super fan van cocktailsaus. Niet lekker bij de friet, dat heb ik al eens geprobeerd. Maar ja, cocktailsaus is de saus die ik pak. Of whisky saus, net hoe je het wil noemen. Bij de barbecue. Ja, dan moet ik echt los. En dan ook gewoon mijn stokbrood dippen in de cocktailsaus en dat opeten. Ja, dat of naturel chips. Echt lekker. Ga ik even denken hoor. Wat is nog meer een guilty pleasure? Oh ja. Dit is ook misschien iets wat de meeste mensen niet lekker vinden. Mensen vinden dus het vooral lekker cola, Coca-Cola of Pepsi uit de fles. Hè? Dus ook geen goedkoop merk. Dus gewoon uit een fles. Maar ik vind het allerlekkerste als je naar bijvoorbeeld de McDonald's gaat. En dan heb je van die verdunde cola. Dat vind ik echt. Dat is ook. Ik wil frikandel speciaal met die verdunde cola van de McDonald's. Dat is echt zo lekker. Ik vind, ik weet niet. Dat is minder sterk of zo. Minder prik. Ja, dat is gewoon fucking lekker. Ja, ja, is echt lekker. Ik hou van verdunde cola. En het heeft geen nut voor mij om een gewone cola te hebben in huis met een fles. En dan te mixen met water. Want dat is niet hetzelfde. Maar ja, dat is wel echt heel lekker. Ik kan niet de enige zijn die dat echt veel lekkerder vindt dan een blikje cola of zo. Ja, een bubble tea vind ik echt mega lekker ook. Dat is iets wat je in Nederland bijna niet hebt. En al helemaal niet in het dorp waar ik woon. En ook niet de steden in de buurt. Dat hebben ze echt alleen maar in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam volgens mij. En dan moet je ook nog goed zoeken. Maar ik vind bubble tea zo lekker. Deze verslaving heb ik opgedaan vorig jaar in China toen ik in Shanghai zat. En vervolgens heeft mijn moeder toen een keer het gemaakt toen ik een 24-hour stream had. Dus toen ging ik 24 uur live en toen kwamen mijn ouders even op bezoek om, zal ik maar zeggen, een steuntje in de rug te geven. En van, come on, you can do it. Dat was echt super lief. En toen hadden ze dus, had mijn moeder bubble tea gemaakt. Volgens een recept had ze gevonden en dan had ze gewoon allemaal gehaald. En was ze naar de toko gegaan om al die dingen te halen. Hallo meisje. Dus ja, dat was echt super lief. En sinds toen ben ik ook gewoon naar de toko gegaan om deze producten te halen. Je hebt van die ballen nodig. En die moet je dan koken. En dan moet je eigenlijk gecondenseerde melk. Maar dat vind ik echt veel te zoet. Dus ik doe er gewoon de normale melk doorheen. Ja, het is super lekker. Maar ze zijn niet zo lekker als in echt in China. Dus ik wil heel graag terug naar China. Puur en alleen voor de bubble tea. Maar ik heb ook echt een wens om naar de Chinese muur. Ja, die wil ik graag zien. Dus die gaat gezien worden. Ooit in mijn leven ga ik de Chinese muur bekijken. En dan kan ik ook weer unlimited bubble tea drinken. Toen ik met Nikki in Londen was, heb ik ook Londen afgestruind voor bubble tea. En ik heb meerdere plekken gevonden waar je bubble tea had. En Nikki werd helemaal gek van mij. Maar oh, ik was zo gelukkig met die bubble tea. Maar het is niet hetzelfde als in China. En ik denk als jij een ondernemer bent en je kijkt deze video, zet het op in Nederland, bubble tea chain. Hè? Noem jouw Bubblicious of zo. En ga in iedere stad een Bubblicious tent openen. Want ik weet zeker dat dit een succes wordt. Want het is zo lekker en mensen kennen het niet in Nederland. Sommige mensen denken trouwens dat bubble tea thee met spa rood gekookt. Weet je wel, dat je het water kookt, maar niet gewoon water, maar dan spa rood maakt. Nee, dat is het niet. Wat ik wel heel grappig vind.
Ik vind de denkwijze daarvan echt mega grappig. Even kijken, dan heb ik eten gehad, app. Ja. Wat is nog meer een guilty pleasure? Ik weet het niet zo goed. Ik heb wel een beetje rare dingen waar ik heel gelukkig van word. Waar je denkt van Mattia, waarom heb je daar überhaupt over nagedacht? En dat is als je bijvoorbeeld het vriest buiten, een beetje. Dus de blaadjes die van de bomen zijn gevallen, die zijn dan bevroren. En daar ga je dan overheen stampen. Dan hoor je zo knisperend geluid. Dat is ook voor mij een guilty pleasure. Dit zou ook kunnen met chips, maar dan heb je troep. En dat wil ik dan weer niet. Dus ik hou er niet van als het troep komt. Het moet wel een natuurlijk product zijn, dus dat niet vies wordt. In huis vind ik het sowieso een beetje raar. En dit is wel, mijn broer zei toen een keer, heb je dat dan ook bij muizen? Als je op een muis hebt, ik zei, muis? Gadver, nee, dat is een levend beest. En op een of andere manier heb ik het dus bij muizen niet. Maar als ik op een huis van een slak zou staan, zou ik wel zeggen, ah, zielig. Maar aan de andere kant, diep van binnen, de guilty pleasure, denk dan, ah, dat gevoel, dat zo onder je voet. Ja, sorry. Dat is echt een hele rare guilty pleasure, maar wel echt mijn guilty pleasure. Als er iets kraakt onder mijn voet. Maar niet mensen of zo. Niet dat als het botten zijn die kraken, dan vind ik het niet chill. Mensen, dieren. Maar bij slakken is het niet echt een bot. Het is een huid. Ja, het is nog veel erger eigenlijk. Maar slakken vind ik, ja, ik heb een hele rare relatie met slakken. Maar daarover een andere keer meer. Ja, niet doorvertellen. Want het is echt heel raar dat ik het wel. Kijk, ik vind het zielig. Maar diep van binnen denk ik wel. Oh, lekker gevoel, dat kraakgevoel. Maar ik doe het liefste met blaadjes die bevroren zijn. Bij ons in, waar ik vandaan kom, dan heb je dijken. En als het hoog water is, loopt het water tot de dijken. Maar er zitten gewoon maïsvelden voor die dijken. Dus dat, de maïsvelden staan dan onder water. En als het dan hoog water is, dan komt het water op die maïsvelden. En dan gaat het vriezen. En dan wordt het ineens laag water. Dus dan blijft dat water bevroren op die maïsvelden. Tussen die maïs, ja, de maïs is gekneusd. Dus dat is eraf. En dan heb je nog van die stekels uit de grond. En daartussen zit dus dan dat ijs wat bevroren is. Dit heet skulleke trappen. Dan ga je naar die maïsvelden en dan ga je dat ijs kapot stampen met je voeten. En dan hoor je ook dat gekraak. Daar komt denk ik deze liefde vandaan. En dat is echt iets wat ik altijd deed met mijn vader vooral en mijn broer. Skulleke trappen. Ja. Dat is echt superleuk en een heel bijzonder fenomeen van de natuur. En ja, dat is echt heel leuk. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dat moet je echt op je bucketlist zetten. Oké, dit was een hele vreemde guilty pleasure video. Ik kon eigenlijk niet zo goed meer met dingen of meer onderwerpen bedenken dan muziek en apps en eten. Vond je deze nou leuk en wil je meer van dit soort gekke guilty pleasure van mij weten? En je denkt van, Mattia, vertel eens je guilty pleasure van gamen of zo, weet ik het. Wat jij wil weten. Laat het me weten in de comments. Ik vond dit een leuke video. Mocht je een ander onderwerp weten waar ik over kan praten. Ik hou van kletsen. Laat het dan weten in de comments hier beneden. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren voordat je weggaat. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Om 9:00 's ochtends. Doeg!